Democraten. Democraten, wat geweldig om deze zaal helemaal gevuld te zien. Een bijzonder welkom aan heel veel D66-leden die dit jaar voor het eerst op ons congres aanwezig zijn. Onder andere mijn ouders. Maar het waren er vanochtend nog veel meer. En ook een heel bijzonder welkom aan de ereleden van D66. Want het is lang geleden op een D66-congres dat alle ereleden aanwezig konden zijn. En ik wil één erelid in het bijzonder welkom heten. En dat is Jan Terlouw. Maar democraten, staat u mij toe om dit congres met een serieuze noot te beginnen. Want dit congres komt vandaag bijeen in moeilijke en onrustige tijden. Al 2 weken krijgen we dag en nacht de verschrikkelijke berichten uit Israël en Gaza. En de wanhoop en het verdriet van de slachtoffers en de nabestaanden aan beide kanten van het conflict. Het snijdt je door je ziel. De terreur van Hamas tegen onschuldige burgers laat diepe wonden achter in de Israëlische samenleving, maar ook in de Joodse gemeenschap wereldwijd. En ondertussen kunnen 2 miljoen Palestijnse burgers geen kant op in de openluchtgevangenis die Gaza heet en worden zij collectief gestraft voor de misdaden van Hamas. En mensen, er is geen hiërarchie van leed zoals je kunt rouwen om vermoorde Israëli's, zo kun je ook rouwen om vermoorde Palestijnen, want onze medemenselijkheid, die mag niet selectief zijn. En de trieste realiteit is dat deze oorlog niet uit de lucht komt vallen. Dit is een conflict met een lange aanloop en de laatste jaren veel te weinig internationale aandacht. Een kleine groep machthebbers in Israël bepaalt het lot voor alle Israëli's. En een kleine groep terroristen bepaalt het lot van alle Palestijnen. En in dat lot zitten 2 volkeren gevangen. En de wereld die stond erbij en keek ernaar. Het is een padstelling die wereldwijd leidt tot meer extremisme, meer antisemitisme, meer islamofobie, meer haat tegen mensen die volstrekt onschuldig zijn. En terecht veroordelen we luidkeels de terreur van Hamas. En spreken we ons uit voor de veiligheid van alle Israëli's. Maar dan kunnen we als Westen niet fluisteren en niet zwijgen als ook Israël schendingen van het internationale recht begaat. Want democraten, welke boodschap geven we af als deze oorlog zomaar door kan gaan? Hoeveel families, hoeveel kinderen moeten er eerst nog dood? En het is daarom tijd. Tijd dat Nederland en Europa al hun diplomatieke kracht inzetten. We moeten alles doen om nog meer onschuldige slachtoffers te voorkomen. En daarom wil ik van alle regeringsleiders horen. Het is tijd om alle gijzelaars vrij te laten. Het is tijd om humanitaire hulp te leveren aan de duizenden slachtoffers. Het is tijd voor de-escalatie in Israël en Gaza. Het is tijd voor het onderzoeken van oorlogsmisdaden. Het is tijd voor een staakt het vuur. Het is tijd voor diplomatie. Want dit conflict komt alleen ten einde via de weg van 2 vrije staten. En het is ook wel veelzeggend dat we allemaal die behoefte voelen om ook op deze manier onze emoties hierover te tonen. Want deze oorlog die brengt net als vele andere oorlogen gevoelens van verdriet en van onmacht. Gevoelens van een onveiligheid, van een verlies in het vertrouwen van de menselijkheid. En we moeten enorm oppassen dat daar ook niet gevoelens van
argwaan, wantrouwen en haat bij komen kijken. Dat we ons in ons eigen land uit elkaar laten spelen. En het stemt me echt enorm droevig dat mensen in Nederland voor hun eigen veiligheid nu het advies krijgen om niet over straat te gaan met een keppeltje of een Israëlische vlag. Dat Joodse scholen de deuren moeten sluiten. Het stemt me ook enorm droevig dat er mensen in Nederland zijn die zich nu weer moeten verantwoorden. Nee, echt niet. Nee, echt geen terroristen zijn. Puur en alleen omdat ze moslim zijn en daarop worden aangesproken. Dus laten we met alles dat we in ons hebben voorkomen dat we de verdeeldheid die we na de aanslagen van 11 september hebben ervaren opnieuw laten groeien. Laten we elkaar met respect en met fatsoen de ruimte geven voor ieders emotie. En islamitische en Joodse jongeren doen het ons voor. Selma en Noah raakten afgelopen week tijdens een bijeenkomst in Amsterdam met elkaar in gesprek. En ze kwamen eigenlijk heel snel tot de conclusie, wij delen dezelfde pijn. En we delen ook dezelfde angst voor onze eigen samenleving. En nu proberen Selma en Noah het gesprek online op gang te krijgen met de simpele hashtag deel de duif. En laat dat ook een les zijn voor ons politici. Want deze tijd van enorme internationale spanning, dit is niet het moment voor politici die een punt willen maken, maar geen komma durven zetten. En Jan Terlouw, hij zei vaak, hoed u voor mensen die het zeker weten. En die behoedzaamheid, die dragen wij allemaal met ons mee. Laten wij democraten ervoor zorgen dat er altijd plaats is voor nuance. Altijd plaats is voor begrip, zodat we elkaars realiteit kunnen begrijpen. De eenheid in de samenleving kunnen bewaken en zo ook de enige weg vooruit kunnen vinden. Want hoe klein ons land ook is, wij kunnen een grote bijdrage leveren aan de wereld. Al anderhalf jaar staan wij als Nederland de Oekraïners bij in hun strijd tegen Poetin. En dat doen we met de volle overtuiging, omdat hun strijd voor de vrijheid, voor de democratie ook de onze is. En wij zouden met onze partij gericht op de wereld ook niet anders kunnen. Wij zijn de partij van internationaal denken en handelen, van vrede, veiligheid en recht. De partij die mensen niet beoordeelt op wie ze zijn, maar op wat ze doen. En dat doen we niet alleen hier in Nederland, maar dat doen we overal ter wereld. En ik beloof jullie, ik zal altijd in die traditie blijven handelen. En democraten, in dit soort weken vraag je je soms af, beseffen we eigenlijk wel hoe veel geluk we hebben? Wij hoeven niet naar een schuilkelder te rennen als het luchtalarm afgaat. Wij hoeven niet tot de dood te vechten voor onze democratie. Onze democratie is springlevend. Wij zijn vrij en wij kunnen vandaag bij elkaar komen om hier in Apeldoorn met elkaar van gedachten te wisselen. Om besluiten te nemen over ons verkiezingsprogramma. En we doen dat dus dit keer in Apeldoorn. En dit is een topsporthal. Hier, op deze plek, worden, als er geen congressen zijn, grenzen verlegd door topsporters. Topsporters die elke dag het uiterste uit zichzelf proberen te halen. Iedere dag een beetje beter, een beetje preciezer, een beetje sneller. En hier achter mij ligt de atletiekbaan. En op die baan werd eerder dit jaar nog geschiedenis geschreven. Femke Bolsen is pas 23 jaar jong, verbrak hier het 40 jaar oude wereldrecord op de 400 meter indoor. En tijdens het WK afgelopen zomer ging ze in haar allereerste wedstrijd op slechts 2 meter voor de finish echt keihard op haar plaat. En wat kunnen we dan ook een voorbeeld aan haar nemen? Want Femke die ging niet bij de pakken neerzitten. Femke die ging door, ze stond op. En ze won datzelfde toernooi nog 2 keer goud. En zo strak in het pak zoals ik er nu bij sta, zou u het misschien niet zeggen, maar toen ik jong was, was ik ook een fanatiek atleet. En ik beet me stuk op die specialiteit van Femke Bol, die prachtige 400 meter. En dat is een, voor wie dat niet weet, een lange eindsprint. Precies 1 rondje op de atletiekbaan. Pure verzuring waarbij je met een lach en een traan over de finish komt.
En vandaag op ons congres zetten wij als D66 onze eigen eindsprint in. Aan ons alle de taak om de komende weken overal waar we komen, op feestjes en partijen, in de sportkantine of aan de deur, mensen te overtuigen om hun vertrouwen weer aan ons te geven. En ik vraag u, doe met mij mee. En als u dan campagne voert, dan krijgt u net als ik vroeg of laat de vraag, waarom D66? En het antwoord op die vraag is eigenlijk ontzettend simpel. Want D66 is een partij die niet alleen over verandering praat, maar ook daadwerkelijk verandering brengt. En dat doen we vanuit een optimisme, vanuit het geloof dat het morgen altijd beter kan worden dan vandaag, zolang je maar bereid bent om het gewoon te doen. Zoals bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf, die pal staat voor de vrije wetenschap en alle studenten de vrijheid geeft om ook echt student te kunnen zijn. Dus waarom D66? Daarom D66. Of zoals Hans Velbrief, die de gaskraan voor de veiligheid van de Groningers dichtdraait en laat zien dat de overheid de burger weer kan vertrouwen. Dus daarom D66. Of zoals Alexandra van Huffelen, die niet alleen zorg droeg voor de excuses van het slavernijverleden, maar ook zorgt dat de komma wordt gezet. Daarom dus D66. En natuurlijk Sigrid Kaag. Want er komt nog meer. Er komt nog meer. Want Sigrid, onder jouw leiding sloten wij met 24 zetels het meest progressieve regeerakkoord in lange tijd. Kwam er voor het eerst een minister voor klimaat, keerde Nederland terug als hoofdrolspeler in de Europese Unie. En je werd zelf de eerste vrouwelijke minister van Financiën en bent daarmee een inspiratie, een voorbeeld voor ontzettend veel jonge meisjes, maar ook jongens. En je bent voorlopig nog niet weg, want je gaat door als vicepremier. Dus later gaan we nog een veel groter afscheid voor je organiseren. Maar in mijn eerste congrestoespraak als jouw opvolger wil ik namens alle mensen in deze hal tegen jou zeggen. Voor jouw moed, voor jouw opoffering en alles wat je voor D66 en Nederland hebt gedaan, lieve Sigrid, dank je wel. Als u nog een voorbeeld zocht, daarom dus D66. Maar partijgenoten, we zijn nog lang niet klaar. Ons land kan zoveel eerlijker, zoveel schoner en zoveel sterker. En overal waar ik kom, of het nu in Doetinchem is of in Diepenheim, op Scheveningen of in Soest, zie ik dat mensen zich zorgen maken over nu en over later. En ze nemen vaak zelf al de verantwoordelijkheid in de buurt of in een dorp. Maar ze vragen ook van de politiek om verder te kijken dan de eigen neus lang is. Want mensen willen een politiek die problemen niet ontkent en vooruitschuift. Maar een politiek die keuzes maakt, ook als ze moeilijk zijn. En topman Peter Wennink van ASML, een van onze meest succesvolle bedrijven, deed onlangs een pijnlijke constatering. Hij zei, het lijkt wel alsof politici hun hoofd in het zand steken. Politici lijken alleen nog maar te denken aan vandaag en bijna nooit meer aan morgen. En wie aan morgen denkt, aan die nieuwe generatie, die begint natuurlijk bij het onderwijs. Want de kracht van ons land is totaal afhankelijk van de kracht van het onderwijs. En bij D66 staat onderwijs altijd op één. Wij geven leraren meer salaris en minder papierwerk.
We willen sport, cultuur en een goede maaltijd op school, zodat alle kinderen goed kunnen leren. We zetten alles op alles om leerachterstanden terug te dringen en meer leraren voor de klas te krijgen. Wij zorgen voor de gelijkwaardigheid voor mbo'ers en minder prestatiedruk voor alle studenten. Omdat wij weten, zonder goed onderwijs, geen verpleegkundigen, elektriciëns of agenten. Zonder goed onderwijs, geen wetenschappers om problemen op te lossen. Zonder goed onderwijs, geen radicale gelijke kansen. En waar andere partijen bij het verdelen van het geld altijd kiezen voor andere prioriteiten, is de keuze van D66 kraakhelder. Onderwijs, onderwijs, onderwijs. Maar ook de zorg schreeuwt om moeilijke keuzes. En alle partijen zeggen natuurlijk dat geweldige zorg voor iedereen moet zijn. Maar wie durft te zeggen wat daar de komende jaren ook echt voor nodig is? Want we hebben ons jarenlang in slaap laten sussen door het makkelijke mantra dat ons zorgstelsel het beste ter wereld is. Maar open je ogen en je ziet dat het niet zo is. De wachtlijsten zijn lang, de kosten zijn hoog, mensen die in de zorg werken komen om in de administratie. En door de vergrijzing heeft de zorg straks zoveel mensen nodig dat 1 op de 4 Nederlanders in de zorg zou moeten werken. En iedereen snapt natuurlijk dat dat simpelweg niet kan. Dus als we willen dat patiënten de beste zorg krijgen, moeten we de huisarts meer tijd geven. Als we willen dat de basiszorg in elke regio toegankelijk blijft, moet het met minder markt en meer samenwerking. En als we ouderen straks niet willen weigeren aan de poort van het ziekenhuis, hebben we niet minder, maar meer mensen uit het buitenland nodig. En dat is de eerlijke boodschap als we echt de beste zorg ter wereld willen. En democraten, dat soort ingrijpende keuzes moeten we ook maken voor een sterke en eerlijke economie. Want om geld te kunnen verdelen, moet je het wel eerst ook verdienen. En dan ga je dus niet graaien in het groeifonds voor een extra subsidie op benzine. En dan moet je ook niet ondernemers het land uitpesten. Maar, en ook niet onze universiteiten beknotten in de taal waarin ze les willen geven. Ja. Want wil je een sterke en een eerlijke economie, dan moet je bereid zijn te investeren in de ondernemers van de toekomst. Moet je ervoor zorgen dat meer uren werken ook daadwerkelijk meer gaat belonen. En dan moet je de Nederlandse universiteiten open houden voor de rest van de wereld. En wie echt voelt dat de politiek nu keuzes moet maken, dat zijn alle mensen die wanhopig op zoek zijn naar een betaalbare woning. En natuurlijk, alle partijen beloven ook bij deze verkiezingen weer bouwen, bouwen, bouwen. Maar als je dan vraagt welke pijnlijke keuzes bent u bereid om daarvoor te maken, dan is het toch vooral zwijgen, zwijgen, zwijgen. Want het eerlijke antwoord is, we kunnen pas huizen bouwen als het stikstofprobleem is opgelost. En dat gaat alleen maar lukken als er een einde komt aan de bio-industrie. En democraten, grote doorbraken die kunnen slagen als je weet waar je naartoe wil, als je daarvoor de handen uit de mouwen steekt en als je bereid bent om samen te werken met anderen. Vraagt een visie, een plan en samenwerking. De 3 simpele pilaren van de politiek waar ik voor sta en waarmee ik D66 wil leiden. En ik heb die overtuiging de afgelopen paar jaar proberen toe te passen op mijn eigen verantwoordelijkheid, het Nederlandse klimaatbeleid. En daarom weten we heel simpel dat het kan werken. Dat je van drammen naar doen kan. Ook als de buitenwereld denkt dat het nog niet gaat lukken. Want Jesse Klaver die zei eens over de klimaatdoelen: jullie willen naar Parijs, maar jullie komen niet verder dan Hazeldonk. Maar met de verkiezingswinst van D66 en dat klimaatkabinet is de boel in beweging gekomen. We hebben met partijen van links tot rechts gezegd, we gaan de samenwerking zoeken en samen op die weg vooruit. En onze
onafhankelijke rekenmeesters zeggen nu, we zien Parijs liggen. Maar het is heel fijn dat je de klimaatdoelen nu gaat halen voor 2030, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Nu is het ook tijd voor die schepper bovenop, voor zulke harde klimaatactie dat Nederland er geld aan gaat verdienen. Voor een klimaataanpak die onze fossiele verslaving eindelijk stopt en die mensen thuis een lagere energierekening geeft. Want dit is de tijd om door te bijten voor die toekomstige generaties die op ons rekenen. Wij moeten er voor hen zijn. En ik beloof u D66, we zullen er voor hen zijn. En congres, toen begin juli het kabinet viel, voelde dat als een nederlaag voor Nederland. Want er lagen stevige afspraken op tafel over migratie. Afspraken om asielzoekers taalles en werk vanaf dag 1 te geven. Afspraken om meer grip te krijgen op de komst van mensen naar ons land. Afspraken over humane opvang en het tegengaan van overlast. En afspraken over het goed regelen van arbeidsmigratie. Dat was een totaalpakket waar we echt stappen mee vooruit hadden kunnen zetten. Maar in plaats van dat totaalpakket kregen we stilstand. De VVD, die wilde alles of niets. En het werd dus niets. Maar ik zeg u ook, congres, laten we maar niet langer rouwig over zijn. Want doorregeren met een partner die continu de uitgang zoekt naar rechts, die staat een daadkrachtig en stabiel landsbestuur in de weg. Ja, en de leider van de VVD, die zegt nu dat ze de afgelopen jaren, en ik citeer haar, te veel waterige compromissen hebben gesloten. Te veel waterige compromissen. En begrijp ik het nu goed? Vond ze het dan waterig dat we eindelijk de klimaatdoelen gaan halen? Was het waterig dat leraren eindelijk het salaris krijgen dat ze verdienen? Waterig dat cultuur eindelijk weer gewaardeerd wordt in dit land, dat we een onversneden pro-Europese koers varen, dat Kajsa Hallongren de grootste investering in de krijgsmacht deed sinds de Koude Oorlog, dat we in 1 jaar van het Russisch gas afgingen, noemt de VVD dat waterig? Maar weet u wat ze daarmee eigenlijk bedoelde te zeggen? De VVD wilde af van dat D66-regeerakkoord. Wilde de deur openzetten voor Wilders, voor extreem rechts. Geert Wilders, die Poetin steunt, die uit de Europese Unie wil, die uit de euro wil, die Korans en moskeeën wil verbieden en hele bevolkingsgroepen uitsluit. En het enige wat Dilan Yeşilgöz wil laten verwateren zijn daarmee de Nederlandse waarden. De liberale waarden waar dit land op is gebouwd. Natuurlijk, het is ook goed dat de VVD nu gewoon duidelijk aangeeft aan de kiezer wat ze willen. Dat schept ook helderheid op 22 november. En kiezers weten van ons ook waar we staan. Wij staan in het progressieve midden. Wij zijn radicaal in het denken als vernieuwing daarom vraagt, maar gematigd in het handelen. Altijd bereid tot het compromis als dat onze idealen ook weer dichterbij brengt, omdat je in een land van minderheden het altijd met elkaar moet rooien. En congres, ik zeg u één ding, met extremisten zal D66 nooit een compromis sluiten. Partijgenoten, in die eerste dagen na de val van het kabinet kreeg ik uit het hele land appjes en telefoontjes van D66'ers met de vraag, wanneer kom je bij ons
campagne voeren. En de boodschap van jullie allemaal was daarmee ook ontzettend helder. Een einde aan de cynische politiek over de rug van kwetsbare mensen. Die vorm van politiek bedrijven die mag niet winnen. Ons optimisme, onze bereidheid om samen de schouders eronder te zetten, is nu meer nodig dan ooit. En daarom zette ik met jullie steun een stap naar voren en daarom sta ik hier nu als jullie nieuwe partijleider. Omdat ik met jullie geloof, verandering is mogelijk. En ik zie het overal in het land. Er zullen natuurlijk altijd weer mensen zijn die ons land de put in proberen te praten. Die alleen maar wijzen op de problemen. Maar zo sterft de hoop. En wie het goede ziet, die kan vooruit. Wie de verbeelding heeft, die heeft de macht. En congres, wij D66'ers, we weten waar we naartoe willen. Wij willen naar een land met schone lucht in stad en regio. Waar je je veilig voelt, ook als je naast een rivier of achter een dijk woont. Waar boeren niet meer worden uitgeknepen door banken en supermarkten. Naar een land waar ieder kind 5 dagen in de week les krijgt van een leraar met verstand en gezag. Waar de mooiste scholen worden gebouwd door de beste architecten. Waar wetenschappers zich gesteund voelen door de hele samenleving. Waar leraren en verpleegkundigen altijd een huis kunnen kopen in de wijk waar ze werken. Naar een land waar je nooit wordt aangekeken op je identiteit. Waar je karakter en je goede bedoelingen ertoe doen en niet de plek waar je geboren bent. Een land waar we elkaar niet de hele tijd beoordelen of veroordelen. Maar waar we naar elkaar kunnen luisteren, elkaar ontmoeten, elkaar willen begrijpen. Of het nu is in de kerk, de moskee, de school, het café, het koffiehuis of de keet. Dat is onze visie en daarvoor hebben wij een plan. En daar willen wij als D66 voor samenwerken. Congres in 2025 vindt hier in Apeldoorn in deze hal het Europees kampioenschap indoor atletiek plaats. En topatleten als Femke Bol die weten wat ze te doen staan in aanloop naar dat toernooi. Talloze uren doorbrengen op de trainingsbaan en iedere keer weer tot het uiterste willen gaan. En bovenal ook in staat zijn om te pieken op het juiste moment. En dat is ook onze opdracht voor de komende weken richting de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Over 32 dagen, dan is het zover. 32 dagen om het vertrouwen van mensen te verdienen. En ik weet dat het kan, ik weet dat we het kunnen. Want we hebben het bewezen en we kunnen het weer. Die 400 meter, die won ik vaak in de eindsprint op de laatste meters. Dus ik zeg tegen iedereen, kom maar op. Dank jullie wel. En mensen zeggen me taai.